Muzikaliteit, doorzettingsvermogen, talent, concentratie, dat zijn de basisingrediënten voor een goed muzikus. Samen met het Rotterdamse Philharmonisch presenteert Moyse een serie waarin de orkestleden hun kennis, muzikale bezieling overdragen op de jongste generatie muzici. Masterclasses met berucht moeilijke passages uit het orkestrepertoire en portretten van meester en leerling. I received an invitation for a masterclass with Peter Luth. I'm going to play for him the solo for a double bass in Symphony No. 1 from Mahler. Het zijn 8 maten. Dat is het. Het is eigenlijk heel weinig. Maar... Er zijn heel veel ongelukken gebeurd met dit stuk. Echt vals, bibberstok en nou, van alles. Dus het is een beladen solo wat je noemt. The color of the bass is dark and is from far away. It's really interesting solo for the bass and also how he gives the theme to the bassoon and they start growing up. A kind of a funeral march, so it has to sound serious, but on the other hand it's very soft and fragile, so it's very demanding for a bass player to keep the emotion. Het was de eerste symfonie die ik ooit heb gespeeld met een groot symfonieorkest. En toen heb ik al een keer de bassolo mogen spelen met de hele groep. Ja, wel mooie herinneringen. Het is toch je eerste symfonie. En dat ik het nu dan op een masterclass mag spelen alleen, dat is wel echt heel gaaf. Je hebt de tweede deel gespeeld en dat is nogal veel lawaai, dus heftig. En je bent een beetje moe en dan wordt het stil. Er wordt even wat gepraat in het publiek en dan op een gegeven moment doet de dirigent dit. En dan wordt het echt stil in de zaal. En dan voel je al de adrenaline door je lijf gieren. En dan moet je nog 2 maten op de pauken wachten. En dat is heel moeilijk om die tijd, om daar goed doorheen te komen en dan rustig te beginnen en zonder dat alles gaat bibberen. Ben je ontspannen nog? Ja, moet ik wel een keer gespeeld hebben. Ja. Nu over de vorm van het stuk. Het klinkt nu alsof het... Het is allemaal eigenlijk op 1 sterkte. Je zou iets kunnen proberen met wat meer intensiteit steeds naar het midden van een boog toe. Dus... Oké. En wat me ook opvalt, je gebruikt eigenlijk maar 1 haar van je strijkstuk. Je hebt het helemaal op de kant staan. Wat gebeurt er als je iets meer haar gebruikt? Ik denk dat het dan wat milder van klank wordt. Ja. Prima. Ja, precies. Ja. En blijf hier wat meer. Blijf daar wat meer in de snaar. Dit is trouwens mijn prachtige bas die ik via onze onverprezen vriendenvereniging als orkest hebben kunnen aanschaffen. Ik probeer dit een beetje. Alleen met de duim en de wijsvinger je klank maken. Ik was 7. En ik keek Klokhuis met mijn moeder. Toen kwam de aflevering over de contrabas. En toen zei ik tegen mijn moeder, dat wil ik spelen. En mijn moeder had altijd gezegd, je mag op muziekles, maar je moet eerst je zwemdiploma's halen.
En ik wilde altijd viool spelen, maar toen ik die aflevering had gezien, zei ik, ja, dat wil ik spelen. En toen had je je zangdiploma al? Nee, ik moest nog 1 jaar. Ik moest de C nog. Wat ik bij jou nog een beetje zie, is dat je strijkt. En dan vibreer je, maar dat heeft niet zoveel met je streek te maken. Dat kun je combineren. Ik had er vroeger een trucje voor. De werphengel noemde ik dat. Ik zet de strijkstok neer en ik ga dit doen. En dan krijg je contact tussen die twee handen. I would say it's a boy. Ik denk toch een zij. Ik denk het toch wel. Ja, yeah. Hij is niet heel groot. Zij is niet heel groot. Smalle schouders. Yeah, it is alive. It has a soul actually. Like every string instrument that is acoustic. Hij lijkt niet zo groot. Zij lijkt niet zo groot. Maar dat komt wel wat uit. Ze heeft wel iets te zeggen, zeg maar. Ondanks formaat. Doet er niet toe. I sometimes just ask if I can play on it. And then the fusion is there. But in the moment that when I took the sound as mine, it doesn't work anymore. So I should just leave myself to him. And then something appears. Yeah. Something magic. I started playing the double bass when I was 12 years old, but as a relationship, you never know when you will fall in love, you know? It was a process, and in a moment, I just was in love. Okay. Zijn vraag was van hoe kan ik mooi zacht spelen, terwijl ik ja, eigenlijk mentaal heel erg hard mijn best aan het doen ben. Dus in dit geval, als je die solo speelt en je wilt heel intens spelen, dan ga je gauw ook hard spelen. I think it's especially a matter of try to relax, like really feeling the. Yeah. Can you try that? Yeah. And maybe it helps when you put all the expression in the left hand. Okay. So let the left hand guide the right hand. Okay. If your vibrato is going more intense, then your bow will adapt somehow. I think. Okay. Not sounding very well now. Why is that? I don't know. I'm trying to find the color, but yeah, I think you could go a little bit towards the bridge. Okay. A little bit, and probably you use not enough hair. Okay. It must sound maybe a little bit too sharp. Mahler doesn't want a bright sound. He yeah. was a he wants something very ingetogen, subdued. Mm. Thank you. De eerste symfonie van Mahler is gebaseerd in eerste instantie op een boek, De Titaan. Maar het was, eigenlijk was dat een flop. En hij heeft het toen herschreven en wat minder een programma bij het stuk verzonnen. Maar van dit deel is nou juist wel het programma overeind gebleven. Dat is namelijk een tekening of een gravure van Ludwig Moritz von Schwind, een Oostenrijkse schilder. En op het plaatje zie je de dieren van het bos die de jager naar zijn graf dragen. En nou ja, dan begrijpt u waarschijnlijk meteen al dat ja, als de jager dood is, dan zou je eigenlijk wel blij kunnen zijn als dier in het bos. Maar ze doen uitermate hun best om heel droevig te zijn. Okay. Yeah. The other piece. Thank you.
a tempo de chiso, it says. But still, I would phrase a little bit more. Okay. But it says. There's an accent on this one and this one, but not on that one. Okay. Dat is ook iets wat ik hier in ons orkest heb geleerd. Je kunt heel braaf, heel keurig doen wat er staat, verder niks. Maar daar krijg je het publiek niet mee plat. En dat is iets wat, in de eerste instantie vooral bij Valery Gergiev heb gemerkt natuurlijk. Die vertikt het gewoon om langs de gebaande wegen te gaan. Als hij het gevoel heeft van, nou, iedereen loopt midden op de weg, doen braaf wat er staat, dan wordt hij link en dan gaat hij de boel uit elkaar slaan. En dan moet iedereen gaan nadenken en ja, dan wordt het interessant. I wonder if you have to wait for the low one. I think it's more exciting. Okay. Thank you very much. Okay. I'm coming from Bulgaria. I was 12 when I really started playing and studying double bass in the music school of Sofia. You should be mentally prepared for this. And also you should know a little bit of the background of the piece you're playing and the melody. And you should actually derive the feeling from yourself in order to let the audience hear it and feel it, probably. Well, actually, do you think that's a good tempo that we've picked? Well, that's a very good question. It's not not for the bass player to decide. That's not a problem of this solo. And of course, ultimately, it will be the conductor who gives the tempo in the beginning, because the timpani starts with two bars solo, and then the double bass joins later. So actually, it's the timpani who dictates the tempo. Future dreams are to indeed play this solo one day in this big beautiful hall, the Doelen, to play along with the bass group, with the bass section of Rotterdam Philharmonic, because it's an amazing experience. There are no doubts about it. I'm not sure yet. I would like to study a mastery in London, but it's a bit expensive also. And I don't know, I have also opportunities to work in Mexico maybe, so I have to think about that. But definitely to play in an orchestra. Zoveel mogelijk spelen überhaupt, maar in een orkest het allerliefste. Just the part of the cadenza, it still goes on for a while. Very good. The only thing I find, it could be louder. All right. How can we manage to get it louder? I guess with maybe more bow, but also closer to the bridge. Yeah. And more here. If you have to get weight on the string. I described it once to a student when you have a big cupboard, very heavy. And you have to push it away. If you go like, it doesn't work. It just works when you go like, yeah, almost fall into it. Yeah. So you have to lose weight like that. Yeah. Okay. So try to take it. And then
to experiment. Don't say, well, this is it. You have to experiment. What happens if I use more tension, less tension, more bow, less bow, yeah, closer? You really have to go to the very edge of what's possible, yeah, on a bass. You have to do that. Otherwise, everything will sound mezzo forte, mezzo piano. But you have to go to very soft and very loud. And believe me, it's a lot of work. Try the beginning once more. See if it gets louder. Ik vind het heel belangrijk als mensen les hebben dat ze zelf ook blijven experimenteren. Ja. Dat ze ook kijken van, nou ja, mijn leraar zegt dat ik het zo moet doen. Maar ik wil ook nog wel eens even kijken hoe dat is als ik het andersom doe. Heel anders. Also here, it's a cadenza, so you can do whatever you want. You take the score as a it's fundament for what you're going to do. But if you decide to take more time at a certain point, do it.